Hallo. Gezellig dat jullie weer naar mijn video kijken. Vandaag ga ik een klein doosje maken. Ik ben zelf echt wel heel erg gek op doosjes. Je maakt hem vast met een lintje. Een leuk kerstgeschenkje heb je op deze manier. Maar dat kan natuurlijk ook leuk voor een verjaardag. Of wat geld erin. Of een klein chocolaatje. Of wat dan ook. Nou ja, wat je zelf leuk vindt natuurlijk. Dus ik ga uitleggen hoe je dit doosje maakt. Ik had het ook ergens gezien. Ik heb zelf de maten in elkaar gezet. Van wat ik zelf leuk vind. Maar het is natuurlijk wederom wel iets wat waarschijnlijk al lang wel bestaat. Maar dit ga ik... uitleggen. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Ik heb een stuk lint. Nou, ongeveer twee stukjes van... Nou, ik doe ze wat langer, want ik knip het liever aan het einde er een stukje af. Dat ik nog makkelijk een strikje kan leggen dan wanneer ik geen strikje meer kan leggen. Nou, dit is denk ik ongeveer 20 centimeter. Ja, twee stukken van 20 centimeter. Dat is wel voldoende. Nou, ik heb een sneeuwrandje. Dat is optioneel. Een ingekleurd plaatje. Leg ik ook even opzij. Nou, wat hebben we dan nog meer nodig? Puntje uitknippen zie ik. We beginnen bij kartstok. Ik heb een stuk kartstok nodig van 16 bij 7. En een stuk kartstok van 12 bij 12. Dan heb ik designpapiertjes nodig. Vier stukjes van 6,5. Bij 6 centimeter. Of 6 bij 6,5. Nou ja, hè? Andersom. Kijk even goed hoe je papiertje op je doosje komt voordat je het van tevoren snijdt. Kijk dan eerst even als je een patroontje hebt hoe je het erop wil hebben. Nou, ik heb gewoon een en al hetzelfde. Dus ik heb gewoon vier stukjes van 6 bij 6,5. En twee stukjes van 2,5 bij 6,5. Nou, die gaan we even opzij leggen. Wat heb je verder nodig? Lijm natuurlijk en dubbelzijdig tape. En een schaar en een railbord. Ik pak mijn railbord erbij. Dit kan je natuurlijk ook doen gewoon met een railpen. En ik ga het stuk van 16 bij 7 ga ik rillen op 6,5 centimeter. En op 9,5 centimeter. Op 6,5 en 9,5. Die leg ik opzij. Dan ga ik ook vast het stuk van 12 bij 12 rillen. En die ga ik rillen aan alle kanten op 3 centimeter. Dus hier op 3. Dan draai ik hem een kwartslag. Oh. Weer 3. Nog een kwartslag. Het is heel simpel modelletje hoor. Echt heel goed te doen. 3 centimeter. En nog een keer 3. Misschien kennen je hem ook al lang wel. Maar het is gewoon, ik vond het gewoon wel leuk om hem even met jullie te delen. Ik was toch wat maken. Ik denk dan kan ik hem net zo goed even filmen. Nou, nu pak ik eerst deze erbij. Van 12 bij 12. Die heeft 4 hoekjes. Nou, jullie zullen het al wel snappen. Ik ga inknippen. Die tot daar en die tot daar. De eerste rillijn, precies over de rillijn. En wat doe ik dan gelijk van dit vierkantje? Knip ik een heel klein stukje schuin. Of maar een heel klein stukje. Even kijken of je zo goed te zien is. Zie je dat? Dat doe ik met deze ook. Dus die knip ik over de rillijn tot de eerste rillijn. En dan knip ik hier. Van het vierkantje een klein hoekje af. Dan draai ik hem om. En dan doe ik met die en die hetzelfde. Dus ik knip hem in tot de eerste rillijn. En dan van het vierkantje knip ik een heel klein schuin hoekje af. En dan deze ook. Tot de eerste rillijn. Nou, je ziet het al, dit wordt een doosje. Simpeler kan het bijna niet.
koekjes die zijn er ook uit. Dan ga ik hem vouwen. Alles dezelfde kant op. En dan gaan we vast in elkaar lijmen. Doe het met lijm, dat kan je ook met tape doen. Gewoon lekker werken, ook weer waar jij prettig bij voelt, wat jij handig vindt. Zorg dat hij goed netjes tegen de kantjes aan zit. Altijd leuk, zo'n klein geschenkje vind ik ook voor straks onder de kerstboom. Nou, wij vieren hier niet echt iets. Mijn kinderen weten sowieso niet iets te vragen. Maar ik vind het altijd wel leuk om ze rond deze dagen wat extra te geven. Dus een leuke tegoedbon erin voor bijvoorbeeld het zwembad of de bioscoop. Of ik print het ook nog wel eens zelf uit dat ik het nog niet koop. Hè? Dan zet ik er gewoon, maak ik er gewoon een leuk klein kaartje van. Dan schrijf ik erop tegoed voor één keer bios of zo. Nou ja, of gewoon geld. Dat doet natuurlijk altijd goed. Nou, even goed vasthouden. Nou, dan is je basisdoosje is klaar. Even mijn naald weer in mijn lijm doen. Zo. Die zet ik even opzij. Dan pak ik het stukje van 16 bij 7. Die ga ik vouwen. Allebei dezelfde kant op. Zo zie je, dan heb je al een soort van boekje. Wat gaan we doen? We gaan eerst de binnenkant doen. Dit is de binnenkant. Daarvoor hebben we straks twee stukjes designpapier nodig. Drie stukjes designpapier nodig. Twee grote en één klein. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik in de binnenkant. Ik heb hem bij deze op de buitenkant gedaan. En dan gaat hij een beetje trekken. Dus we gaan hem in de binnenkant zetten. De twee stukjes lint. Nou, hoe heb ik dat gedaan? Gewoon met een stukje dubbelzijdig tape. Je zoekt het midden op van je doosje. Nou, ik doe dat een beetje op gevoel. Dat weten jullie inmiddels, maar je kan het gewoon uitmeten. Als je hem precies in het midden wil hebben, dan zit je op 3,5 centimeter. Komt hij dan. Nou, zoals je ziet ga ik niet helemaal tot het einde. Waarom niet? Omdat dit er nog overheen komt. En dan heb je hoekjes over. En als hier dan nog een beetje lijm zit, vind ik dat niet... niet mooi. Nou, zie je dat niet, want je lintje komt er overheen. Hier zou je het wel zien, dus plak het gewoon even een beetje in het midden. Die eraf. Dan mijn lintje erop. Nou, deze wil ik wel recht er tegenover die andere. Wat doe ik dan? Ik vouw hem even dubbel. Ik trek hem recht. Pak even mijn potlood. Streepjes, dan heb ik hem recht tegenover mijn ander. Omdat ik hem natuurlijk niet afgemeten heb. Ik vind dit een snellere manier, maar dat is, ja, misschien maakt het ook wel helemaal niks uit. Andere stukje lint erop. Zo. En dan het designpapiertjes erop. Dit zijn de twee stukjes van 6 bij 6,5. Die gaan hierop. Met lijm. Het is een heel snel doosje om te maken. Nou, ik hou wel van snel. Ik hou wel van, of ik hou ontzettend van doosjes. Kleine geschenkjes maken vind ik super leuk om te doen. En het geeft zo leuk, hè. Je kan dit ook voor een verjaardag maken natuurlijk. Ik maak hem nu in een beetje een winterse sfeer. Maar je kan het ook leuk voor een verjaardag doen natuurlijk. Hè? Of wat ook heel leuk is als een baby cadeautje. Want er passen ook net een paar kleine sokjes in. Nou, dan het strookje van 2,5 bij 6,5. Die komt hier tussen. Zo. Nou, dan heb je de binnenkant van je doosje is al af. Nou, dan gaan we hem omdraaien. Ik had nog een serie van deze. Dus op de buitenkant doen we precies hetzelfde. Als je vindt van nou op de onderkant hoeft van mij niks. Oh, op
de onderkant hoeft van mij niks, dan kan je dat natuurlijk overslaan. Ik vind het wel leuk, maak het net even af. Maar dat is ja, je persoonlijke mening. Heb je net niet genoeg van je papier, dan kan je ook zeggen van nou, ik sla de onderkant over. Nou, ik heb hier bij meester doosje rood gepakt. Dat is uniek, want ik pak bijna nooit rood, want rood ligt mij helemaal niet. Maar ja, ook dat papier zat in mijn papierblokje. Waar ook dit in zit, wat ik dus wel heel mooi vind. Ik denk, ach weet je, ik maak het gewoon op en ik vind het eigenlijk ook nog best wel leuk geworden ook. Nou, dan is je buitenkantje ook klaar. En dan heb je dit. Nou, moeilijker wordt het echt niet. Nou, dan gaan we het doosje pakken. Het doosje. Dan ga ik even weer staan. Dat ga ik even goed laten zien. Het doosje plak ik namelijk echt tegen de reellijn aan. Echt er tegenaan. Niet in het midden van je, kijk, want dan valt ook je designpapier weg. Maar echt tegen de reellijn aan. Zodat hij straks mooi strak, zie je dat, aan de binnenkant er tegenaan zit. Maar ik plak hem alleen op de bodem vast, want als je hem dan openvouwt, dan heb je nog een extra flapje. Nou, doe ik ook gewoon met lijm. Vind je het nog leuk om designpapier op deze zijvakjes te doen? Zal ik dat zo even voor je opmeten? Ik hou dat gewoon wit, maar als je dat leuk vindt, kan ik me ook iets bij voorstellen. Nou, hoe doe ik dat? Ik zet hem erin. En ik doe deze even dicht en dan trek ik hem er zo tegenaan, zoals je ziet. De lijm kan je altijd nog een beetje schuiven, daarom ga ik ook nooit helemaal tot de randjes met de lijm. Even goed aanduwen. Zorg dus dat je niet over die rillijn heen komt, want dan, dan wil die niet meer mooi dicht. Maar zoals je ziet, zit die nou perfect dicht. Wat je misschien nog zou kunnen doen, dat is misschien wel leuk. Maar dat kan ik in deze nog wel even doen. Dat is wel een leuk extraatje, dat had ik nog niet erbij bedacht. Maar dat bedenk ik eigenlijk nu pas. Kijk of ik nog een leuk randje heb. Ja, nog een leuk randje. Een pocketje erin maken, dat je er nog een boodschap in kunt doen. Ga ik de plekken even bedenken. Die moet dan breed zijn. 6,5. En hoe hoog zal ik hem doen? Ja, dat is een beetje persoonlijk. 3,5 hoog. Nee, 4,5. Ik zet hem eerst op 5. Ik kan hij altijd nog wat kleiner, want ik ga er nog een randje aan maken natuurlijk. Dus even kijken. Uit beeld. Nee, ik kan wel iets kleiner. Super handig deze ponsen van Fase. Zo. Hij kan wel iets lager. Ik had hem 5. Kijken wat ik mooi vind. Ja, 3. Dus er gaat nog een flink stuk af. 3 centimeter hoog wil ik hem hebben. Ik hoop dat hij recht is. Alles een beetje. Ja, zo. Dus 3 hoog. Nog even een keertje meten. 3 hoog. Bij 6,5 breed. Nou, ik heb er een sierrandje aan gemaakt. Dat kan je natuurlijk op je eigen manier doen. Nou, een pocketje die maak je als volgt. Geef misschien net even dat leuke extraatje weer. Alleen aan de onderkant en aan de zijkanten wat lijm of tape. Even mijn speld in mijn lijm, anders dan duurt het straks niet meer. Zo.
En dan plak ik deze. Let dan straks wel even op hoe je de volgende, dat maakt ook niet zoveel uit natuurlijk. Zo. Kijk, want dan zou je kunnen zeggen, ik maak de voorkant ook op deze manier. Ik denk dat dat wel leuker is. Dicht wil, hij is wat dwars met dicht gaan nu. Ja, dat komt natuurlijk omdat ik er een extra laagje in heb. Iets te breed. Ik ga hem even een beetje. Ik kom net een heel klein stukje over mijn rillijn heen. En dan wil hij niet mooi dicht. Zo. Zo. Nou, als je dan een leuke tag hebt, die kan je er dan in stoppen en dan kan je nog een leuke tekst in doen. Dan geeft dat net wat leuker. Nou, deze heb ik dus de opening hier en ik heb hem zo bekleed. Maar nu ga ik hem dus zo houden. Hier komt mijn pocket in. Dus ik doe hem op deze manier dicht. En dan ga ik hem dus over dwars bekleden bij deze. Wat ging ik daarop doen? Ik wilde daar dus het leuke sneeuwrandje op zetten. Dat is een gestikt sneeuwrandje. Deze is van L'Enfant. Maar nou, Carlijn heeft hem en MFT. En volgens mij nog wel heel veel meer. Je kan het natuurlijk ook zelf uit de hand knippen. Nou, ik wil het lage gedeelte aan deze kant. Want ik vind het wel leuk dat mijn hertje nou, net wat in de sneeuw staat. Dus ik leg hem erop op deze manier. En ik kijk waar ik hem ongeveer af ga snijden. Daar. En deze. Hier zet ik gewoon even streepjes. Dan heb ik natuurlijk op deze kant ook ongeveer 6,5 breed zijn. Want dan matcht die weer precies met je doosje. Nou, die gaan we hier oplijmen. Zo. Dan pak ik mijn rendiertje. Die is ook van My Favorite Things. Die heb ik gekleurd met, ik heb het er even opgeschreven voor de liefhebber, met Copic markers met E49, E37, E99 en E97. Gecombineerd met E51, E50 en E0000. En voor de hoefjes heb ik W5 gebruikt. Nou, die wil ik een beetje omhoog hebben, dus die ga ik met wat 3D foampjes erop zetten. Zo. Hij kijkt een beetje omhoog. Nou, vond ik wel leuk om het sneeuwvlokje ook weer terug te pakken. Ook van die pons van Fazen. Ik ben wel gek op die ponsen. Die vind ik echt super handig. Werkt ook ideaal. Hoppakee. En dan heb je een leuk sneeuwvlokje. Dan is het net of ruikt hij aan het sneeuwvlokje. Nou, dat sneeuwvlokje gaan we ook verhoogd opplakken. Oh, gebruik ik mijn verkeerde schaar ervoor. Dat is niet handig. Nou, die komt hier. Nou, en als je dat nog leuk vindt, zou je er nog een leuke tekst op kunnen zetten. Nou, zoals je ziet kan je dan... nou, hier had je dus je pocket gemaakt. Die ga ik zo nog even een beetje rechterbij knippen. Want die is voor mij een beetje scheef geraakt. Nou, hier kan je dan nog iets leuks in stoppen. Je vouwt hem dicht en dan maak je simpel Nou, altijd als ik zeg simpel, dan lukt het natuurlijk niet. Ik moet het ook even heel dichtbij doen, dan werkt dat wat beter. Maak je een strikje. Nou, zoals je ziet heb je dus best heel veel lint over. Ik vind het fijner, want nu kan ik hem dus gewoon heel gemakkelijk aantrekken. En dan knip ik hem nu op maat. Nou,
Dat komt omdat ik net geknipt. Mag ik hem zo eerst wel schoonmaken? Foamtape geknipt. Plakt hij een beetje. Dan kan je hem nog een beetje kleiner maken als je het zelf fijn vindt. Gewoon even lekker mee spelen. En dan heb je een heel leuk doosje. Op deze manier. En wat ik al zei, er kan van alles in. Oh, speelt er niet in. Ja, er kan van alles in. Nu heb ik hem winters gemaakt. Leuk voor onder de kerstboom. Op twee manieren kan hij dus. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk voor een verjaardag. Ik zal ze nog even dichtbij houden. Hey, dit wilde ik jullie heel graag laten zien. Ik hoop dat jullie dit ook weer een leuk ideetje vinden. En ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken weer voor het kijken. En als je maakt, zou ik natuurlijk ontzettend leuk vinden om hem te zien. En wat wou ik nog meer zeggen? Geef me een duimpje, want dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. En tot een volgende keer. Doei doei!